In deze video wil ik het thema van kernfysica inleiden. Nu, kernfysica, waarover gaat het dus? Ik heb hier een afbeelding van een atoom. En volgens het atoommodel van Bohr bestaat een atoom uit een kern met daar rond elektronen. Maar ondertussen weten jullie wel dat dit model eigenlijk niet helemaal klopt. Dit model heeft al een update gekregen ondertussen naar het model van Schrödinger, waarbij dat de elektronen niet in schillen rond de kern vliegen, maar eigenlijk in orbitalen zitten. En een orbitaal is eigenlijk de plaatsen waarbij de kans of de waarschijnlijkheid groot is om een elektron terug te vinden. Maar hierover gaan we het zeker niet hebben, want het atoommodel van Bohr is voor ons meer dan voldoende. En dus dit model is voor ons meer dan voldoende. We gaan veronderstellen een atoom bestaat uit een kern met daar rond elektronen. Nu, ik heb hier nog een afbeelding mee. In feite, dit was hier voorgesteld in 2D, maar als je kijkt in 3D, heb je dus een atoomkern met daar rond elektronen die allemaal in cirkels rond de kern vliegen. Het gaat over kernfysica, dus het gaat ons enkel over de atoomkern. Dus al die elektronen daar rond, daarover gaat het niet. In kernfysica gaat het enkel over de atoomkern. En waaruit bestaat de atoomkern? Wel, die bestaat uit protonen en die bestaat uit neutronen. Dus een atoom bestaat uit een atoomkern. En de atoomkern bestaat uit protonen en neutronen. En rond de atoomkern vliegen de elektronen. Maar hoe weet ik nu hoeveel protonen en neutronen een atoom bevat? Wel, dat kun je terugvinden in tabellen. En in tabellen kun je bijvoorbeeld het volgende terugvinden. Voor chloor heb je blijkbaar twee soorten. Namelijk chloor 35-17 en chloor 37-17. Nu, als we kijken naar die 17, dan zien we dat voor beide elementen die 17 hetzelfde is. Nu, die 17, dat is het atoomnummer. Dat zie je hier bovenaan, dat is die Z, dat is het atoomnummer. Dit bepaalt eigenlijk met welk element of welke atoomsoort je te maken hebt. Dat wordt bepaald door het atoomnummer. Dat bepaalt ook de plaats van het atoom in het periodiek systeem. Dus dat atoomnummer bepaalt het element, bepaalt de atoomsoort en bepaalt de plaats van het atoom in het periodiek systeem. Je ziet dan ook, het element is chloor, of is voor beide hetzelfde, dus het gaat over chloor en dat wordt bepaald door die 17 die voor beide hetzelfde is. Maar we zien dat die bovenaan staat het massagetal of het nucleonental. En die is bij beide verschillend. Chloor kan als massagetal 35 hebben en chloor kan ook als massagetal 37 hebben. We noemen dit isotopen. Dus één element, chloor, kan verschillende isotopen hebben. Dit zijn isotopen. Wat is nu het verschil tussen die twee isotopen? Nou, dat verschil zit hem hier in dat massagetal. En wat wil dat zeggen? Wel, we gaan een keer gaan kijken naar het aantal protonen, neutronen en elektronen dat die atomen bevatten. Het aantal protonen. Nou, laten we daarmee starten. Het aantal protonen dat wordt bepaald door het atoomnummer. Maar dat ook als synoniem heeft protonental. Dus dat onderste getal bepaalt eigenlijk hoeveel protonen er chloor heeft. Dan zijn er nu beide, zijn dat er 17. Dus beide elementen hebben 17 protonen. En waar zit dan het verschil? Wel, het verschil zal hem zitten in het aantal neutronen. Want het massagetal geeft aan hoeveel nucleonen de kern bevat. En welke nucleonen bevat de kern? Want dat zijn protonen en neutronen. Dus dat massagetal zegt eigenlijk wat de som is van het aantal protonen plus het aantal neutronen. Dus die 35, dat moet gelijk zijn aan de som van de protonen en de neutronen. Nu, ik heb al 17 protonen, dat wil zeggen dat ik dus nog 18 neutronen zal hebben, want 17 plus 18 is 35. En in het rechtergeval heb ik 17 protonen en ik moet dus nog 20 neutronen hebben om uiteindelijk een massagetal te komen van 37. Dus die 37 en die 35 bepaalt eigenlijk het aantal nucleonen in de kern. En dan tenslotte het aantal elektronen. Wel, het is zo, een atoom is altijd elektrisch neutraal. Dat betekent dat er altijd evenveel protonen als neutronen zijn. Dus er zijn in beide gevallen ook 17 elektronen.
Bij wijze van herhaling heb ik hier nog een paar opdrachtjes. Laten we starten met opdracht 2. Zijn de volgende uitspraken juist of fout? Op opgave A. Een ion is positief als het minder elektronen heeft dan zijn atoomnummer. Wat is een ion? Een ion is een geladen atoom. We zeggen dat het atoom positief of negatief geladen is. Een ion is positief als het minder elektronen heeft dan zijn atoomnummer. Dit is natuurlijk juist. En als je minder elektronen hebt, heb je dus meer protonen, dus netto ga je een positieve lading hebben. Dat is juist. Opgave B. Het aantal protonen in een kern is altijd gelijk aan het aantal neutronen. Dat is uiteraard fout, want ik heb het daarnet getoond bij chloor. Bij chloor heb je hier 17 protonen en een keer 18 en 20 neutronen. Dus dat is zeker niet gelijk aan elkaar, dus die uitspraak is fout. Opgave C. Het aantal elektronen in een neutraal atoom is gelijk aan het aantal protonen. Ja, als een atoom elektrisch neutraal is, dan wil dat inderdaad zeggen dat het aantal elektronen altijd gelijk is aan het aantal protonen. Want een neutron is niet geladen, dat doet niet mee aan de lading, dus het aantal elektronen moet gelijk zijn aan het aantal protonen. Er kunnen alleen positieve ionen voorkomen, de volgende opgave. Ja, fout, hè. Een ion kan ook negatief zijn. En als je meer elektronen hebt of een protonentekort hebt, dan kun je nog altijd positieve ionen krijgen. Tussen de kern en de elektronen zit lucht. Wat is lucht? Lucht, dat is eigenlijk 78% stikstof. En dat zijn 21% zuurstof en dan nog wat van alles en nog een beetje. Nu, wat is stikstof en zuurstof? Dat zijn moleculen. Dat zijn twee atomen die gebonden zijn tot één molecuul. Nu, die moleculen, dat is veel groter dan een atoom. En een atoom bestaat dan weer uit de kern en elektronen. Dus deze uitspraak is zeker en vast fout, want hier lucht op zich is al groter dan een atoom. Laat staan dat er in het atoom lucht zou zitten. Tussen de kern en de elektronen, dat is dus een vacuüm daartussen. Opdracht 3. Welk antwoord is correct? Een magnesiumkern 1224 heeft... Een magnesiumkern heeft 12 protonen en 12 neutronen. 12, dat staat voor het aantal protonen. Er zijn 12 protonen. En 12 plus 12 moet gelijk zijn aan 24. 24 is eigenlijk het massagetal, eigenlijk het aantal protonen en neutronen in de kern. Opdracht 4 wordt gevraagd om de tabel aan te vullen. Met N wordt bedoeld het aantal neutronen. Z is het atoomnummer. En dat bepaalt het element. Dat is eigenlijk gelijk aan het aantal protonen. A, dat is het massagetal. Dat bepaalt eigenlijk het aantal protonen plus het aantal neutronen. En het aantal elektronen noteren we in de laatste kolom. Als we kijken naar C14-6, die 6, dat is bepaalt het element. Dat is het atoomnummer. Dat noteer ik in de tweede kolom. Die 14 is het massagetal, noteer ik in de derde kolom. En dan heb ik 8 neutronen, want 8 plus 6 moet gelijk zijn aan 14. Het atoom is neutraal geladen, dat wil zeggen dat het aantal elektronen moet gelijk zijn aan het aantal neutronen. Ten slotte is het element niet ingevuld. Maar ik zie wel dat het atoom nummer 92 is en het massagetal 236. Dat wil zeggen dat ik 144 neutronen heb, want 236 min 92 is 144. Het gaat over een atoom, en ging niet over een ion, dus het atoom is elektrisch neutraal, dus er zijn evenveel elektronen als er protonen zijn. En over welk element gaat het? Wel, het gaat over element met atoomnummer 92 en massagetal 236. En dan kun je gaan kijken in het periodiek systeem, dat helemaal achteraan in de cursus zit, en dan zoek je 92 op, want dit nummer bepaalt de plaats in het periodiek systeem, en dan zul je zien dat het over uranium gaat. De laatste. Daarbij zie je dat het aantal neutronen gelijk is aan 136. En het aantal elektronen is gelijk aan 87. Nu, aangezien dat het aantal elektronen gelijk is aan 87, weet ik dat het aantal protonen ook gelijk moet zijn aan 87. Want het atoom is elektrisch neutraal. Dan tenslotte
het massagetal in 136 plus 87, dan krijg je 223. Ja, welk atoom moet ik dan krijgen? Wel, ik moet het atoom krijgen met massagetal 223 en atoomnummer 87. Dus dan moet je opzoeken in je periodiek systeem welk atoom je krijgt. Dus je zoekt op nummer 87, want dit bepaalt de plaats in het periodiek systeem. En als je dat gaat opzoeken, dan vind je terug dat dit francium moet zijn. Dus dat is Fr.